Ja, goed. Enthousiast. Ja, moet ik erover zeggen. Na maanden trainen staan de deelnemers vandaag aan de start van de eerste grote test. De Lentis 4 Mile Tryout. Hoe zal het ze vergaan? Zijn ze klaar voor de 4 Mile in oktober? En hoe voelen ze zich na deze lichamelijke beproeving? Nou, ik ga de Lentis 4 Mile Tryout ga ik doen. Dat houdt in dat je zeg maar, ongeveer dezelfde afstand loopt als de echte 4 Mile. Ik heb niet echt spanningen, nee. Het enige waar ik een beetje last van heb is dat ik niet zeker weet of ik het wel ga redden, die 6,4 kilometer. Dat voel ik wel, zeg maar. Ik word een beetje gespannen. Ik verwacht dat ik die 4 mijl redden. Ik hoop en ik wil graag die wedstrijd winnen. Eigenlijk gewoon positieve spanning, adrenaline, zo van lekker, ik ga dit doen. Gewoon gezellig samen de 4 mijl van de Lentis rennen vandaag. Meestal zit ik rond 30 minuten, dus dat zou ik wel graag willen behalen. Ik had een mooie tijd neergezet. Ik heb eruit gehad wat ik uit wil houden, dus ik voel me voldaan. Normaal gesproken is het misschien wat minder zwaar. Nu had ik ook vakantie gehad, een beetje uit de structuur. Dus het was wel weer even inkomen. En ik ben bij een vriendin gebleven, dus we hadden wel een beetje een rustig tempo, zeg maar. En met de echte 4 mijl wil ik wel wat hoger tempo hebben. Ik zie dat zo'n evenement zoals vandaag, dat het hun ook doet groeien. Ja, want het kan best wel intensief zijn, maar dat ze er dan ook plezier aan beleven, maakt dat ik er ook plezier aan beleef. Mijn man is eigenlijk mijn belangrijkste hulpbron. Ja, eerder dan had ik problematiek en dan wist hij niet zo goed wat er aan de hand was. En dan kon hij me niet zo goed helpen. Nu we allebei weten dat ik PDNOS heb, ja, is er een hoop duidelijkheid gekomen. En weet hij ook wat ik ervaar en waar ik last van heb. En dan kan hij daar goed op inspringen. Ik ben eigenlijk iemand die veel prikkels meekrijgt. En ook wel bang is voor onverwachte dingen of als het een beetje anders loopt. Ja, daar krijg ik eigenlijk meestal wel spanningen van. Ik werk 2 dagen in de week bij de opstap, dat is een logeerhuis in de hoogte. Daar verblijven mensen tijdelijk die uit het ziekenhuis komen, nog niet zelfstandig weer thuis kunnen wonen. Of mensen die mantelzorg krijgen en de mantelzorg wil even ontlast worden. Ik ben een soort van gastvrouw daar. Ik ben er voor de mensen, ik ben luisterend oor. Wandel met ze, we doen spelletjes, boodschappen, koken, eten. Ja, verder vind ik het gewoon heel belangrijk dat mensen niet veroordelen, maar gewoon ja, open-minded mij benaderen. En daar krijg ik wel vertrouwen van om hulp te vragen. Maar ook omdat ik weet dat als ik niet hulp zou vragen, dat ik verder in de problemen kan komen. De prestaties die vandaag geleverd zijn, hebben nog lang effect. In de volgende aflevering nemen we een kijkje in de begeleide woongroep bij de deelnemers thuis.